bij The Good Stuff. Ik ben Eva en ik laat je in deze video zien hoe je de cinnamon cupcakes kunt maken. Als eerste haal de kokosolie uit het potje, want dat is niet hittebestendig. Doe het even in een hittebestendig kommetje en smelt het dan au bain-marie zo in een ander kommetje. Dan heb je je handen vrij om andere dingen te doen. Zoals het raspen van de courgette. Dit is ongeveer 150 gram. En ik rasp het op de grove rasp, want dat vind ik persoonlijk net wat lekkerder. Want als je hem bij de fijne rasp doet, dan wordt het net wat te week, vind ik. Dus even raspen. Ik doe dit nu bij de appelmoes. Dat is ongeveer 150 milliliter, wat ik nu gebruikt heb. En er zit ook al 1 theelepel appelsiederazijn bij. De azijn helpt het, om het wat te rijzen. Je proeft het echt niet. Net zoals de courgette, die proef je ook niet erin. Maar ja, ik vind het wel heel fijn, want daardoor krijg je weer extra groente binnen. Op een hele lekkere manier. Ik zeg win-win. Oké. Dan meng je dit alvast even met elkaar. En dan kun je dan de kokosolie erbij doen. Even de bodem af. Even. En dan meng je dit ook even met elkaar. In het begin denk je van, dit mengt niet. Maar gewoon even door blijven roeren, dit komt echt goed. Maar als je dat gedaan hebt, dan kun je alle poeders erbij toevoegen. Hierin zit onder andere boekweitmeel, havermeel, kokossuiker. En lijnsteenbakpoeder. En uiteraard de kaneel. En dat kun je ook gewoon met elkaar vermengen. Echt, zoals je ziet, super makkelijk. Het wordt een vrij stevig beslag. En mocht het nou zo zijn dat het echt te dik is, dan kun je altijd nog een kleine eetlepel of eventueel nog zelfs 2 appelmoes toevoegen. Maar zoals dit eruit ziet, is het eigenlijk perfect. Ik zal het even laten zien. Nou, dan zijn we al klaar om de cupjes te gaan vullen. Zo snel gaat het. Ik vind het echt heerlijk. Snelle en gezonde recepten. Ik vind het, hoe ik het nou vul, het gemakkelijkste. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een ijsknijper of zo wilt gebruiken, ben je daar uiteraard helemaal vrij in. Je moet vooral doen wat je zelf prettig vindt. Daar gaat het om. Dit is trouwens ook een uitstekend recept om samen te maken met de kinderen. Die kunnen lekker meehelpen hierbij. En uiteraard dadelijk ook de kom uitlikken als je nog niet klaar bent. Dat was in ieder geval altijd mijn favoriete onderdeel van het bakken. Het ziet er nu nog niet heel erg netjes uit, maar dat ga ik dadelijk even fatsoeneren. Het is nu vooral belangrijk dat het even allemaal verdeeld wordt. Zo, ik maak het nou een klein beetje gladder met de achterkant van de lepel. Maar dat komt ook nog goed in de oven. Dus het hoeft niet enorm idioot netjes. Maar dan gaat het net wat beter.
zo. En dan kunnen ze nu de oven in. Zo, ze hebben nu ongeveer 25 minuten in de oven staan, dus ze zijn klaar om eruit te halen. Het ligt een beetje aan je oven. Hoe lang dat ze er uiteindelijk in moeten, want de ene oven is net weer wat verschillend dan de andere. Maar over het algemeen, als je ze eruit haalt en je klopt even op de onderkant, ze klinken hol, dan zijn ze meestal goed. Nu gewoon even afkoelen en dan later, als je daarvoor gekozen hebt, kunnen we ze gaan decoreren. Maar daar maak ik een ander videootje voor. Voor nu in ieder geval heel erg veel plezier met het maken ervan en uiteraard ook bij het opeten, maar dat zal vast lukken. Ik zie jullie wel de volgende keer. Hoi hoi!